leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal bij Feline. Fleurtje staat al op de trailer. En die moet natuurlijk weer gelijk messen. Dus ik denk dat ik dat meisje dan nog op ga ruimen. Fleurtje staat al in de trailer. We hebben de stalletjes al uitgemest. En nu is het even wachten tot Feline Marnie heeft. Maar die loopt daar achter langs. En je verder kunt zien daar tussendoor. En ja, we gaan zo eerst lekker op de heide rijden. En daarna gaan we richting mei. Het is nog vroeg. Dus gelukkig regent het niet. Daar waren we wel een beetje bang voor. Maar Feline gaat Marnie op de trailer zetten. Ja, ik denk dat ruim ik zo gelijk wel even op. Ik moet even de hals rusten. Oh ja. Dus Mar gaat zo op de trailer. En dan gaan we zo onderweg naar de Ginkelse Heide. Ja. Ja, Ginkelse Heide. En dan... Okay. Helemaal goed. Geen probleem. Kom. Maar. Kom. Iets door. Oh, dat ding is ook echt ranzig gewoon. Zo, dat ding dicht. En ja, ik ga even die mest opruimen. En dan gaan we zo vertrekken. Nou, Feline is even de trailer hier achter mij aan het neerzetten. En daarachter is de Ginkelse Heide. Echt super mooi. Ik ben hier nog nooit geweest. Dus Feline die weet de weg waarschijnlijk wel. Ga ik vanuit tenminste. Dat we niet gaan verdwalen. Even kijken hoe het met de paardjes is. Dat is wel lekker. Ja. Even kijken hoe het met de paardjes is. Hoi kindjes. Hoi, wat zijn we nu weer? Nou, Feline gaat even daarachter openmaken. Dan gaan we ze eruit halen, opzadelen. En dan gaan we lekker rijden. Ik neem de GoPro mee. Die heb ik op mijn helm. Dus ik neem deze camera niet mee. Die laat ik hier, want het is niet zo handig met rijden en zo. Dus ik neem een mooi GoPro'tje mee. En dan gaan we zo rijden. Ik heb mijn cap op. Achter mij staat Fleur en Marnie. Die zijn allebei opgezadeld. We moeten alleen nog hoofdstelletjes in doen. We doen nu de laarzen, cap en zo aan. Dat is Feline nu achter mij aan het doen. En ik heb mijn laarzen en cap alles al aan. Dus ik ga mijn GoPro pakken. En dan stopt de video met deze camera nu even hier. En dan gaan we verder op de GoPro beelden. Dus ja, veel plezier. Nou, we zijn weer terug met de Pierdies. Ze zijn allebei heel erg moe. Ze staan allebei namelijk op rust. Oh nee, Marley niet meer. Fleur staat nog wel op rust. En Sjoerd die was helaas net te laat om ons galoppad te filmen. Maar ja, op de GoPro hebben jullie het natuurlijk wel kunnen zien. Dus ze zijn heel moe. We gaan ze soms in inladen. Gaan we richting Enschede met de paardjes. En dan, ja, trouwens, alle spullen alweer ingeladen. Ik was helemaal niet net te laat. Jullie waren gewoon niet goed aan het communiceren. Oh, jij was het. Hoezo? Nee? Jij zou laten weten of je zou komen. En toen was je er al. Dus Peertjes staan hier. En kijk, de zaalkamer is echt vet vol. Echt één grote rotzooi. Maar ja, mijn troep zit er natuurlijk nu ook bij in. Dus dat hek je nog even in. Spulletjes nog pakken, paardjes in de trailer. En dan vertrekken we naar Enschede. Cuties. Lekker op rust. Schatjes. Ja, daar zijn de paardjes weer. Ze zijn bij mij op stal. Verlien is ook aan het vloggen. Heel handig altijd. Ja, daar zijn we weer. Zetten we ze eerst even op de wei. En dan gaan we de paarden binnenhalen. Het ding ligt tussen Harley's benen. Marlos, jij haalt ze er dus af. Stoutend, ze lagen hier echt super netjes bovenop. Nou, ik loop hier nu met Fleurtje weer op stal. En we hebben net alle spulletjes opgeruimd. En Marley zijn stal, huge stal, klaargemaakt. Want Marley staat hier. Fleur, als je even bij mij blijft. Want ik heb geen touw. Staat hier in de overdekte paddock, zeg maar. Even kijken, daar is Mar. En Verlien is alvast het hooinet aan het ophangen. En we hebben daar een waterbak staan. Dus hij heeft ruimte zat. Want Marley die is allergisch voor stro. Fleur, die mag geen hooi. Marley is allergisch voor stro. Dus die kan niet op stro staan. Maar Fleur die heeft net even in de paddock bij Marley gestaan. Fleur heeft net in de paddock bij Marley gestaan. Maar die gaat nu Pien weer meten. En toen ik er net langs liep, langs de stal, toen hinnikte Pien al heel lief naar Fleur. Maar nu gaan ze echt weer meten. Dus even kijken hoe dat gaat na 3 dagen. Dus ik ben benieuwd. We lopen nu even naar het stalletje toe. Fleur is echt heel lief hier naast mij. En de buitenrit van vanochtend ging echt super. Het was zo chill, zo lekker en Fleur was zo braaf. Fleur was de laatste tijd op buitenrit niet zo braaf, want dan ging ze stilstaan en staken. En dan wou ze niet meer... Oh, kijk! Oh, ze zijn weer bij elkaar! Ja! Oké, wacht, ik doe de stal even open. Nee, hier blijven. Even vasthouden. Zo. Halsdoekje af. Fleur, kom eens hier. Zo. Mag weer in de stalletje. Hey Pien! En lekker veel hondjes daar. Oh, in de bak zitten ook allemaal hondjes. Zo. Knappert. Lekker in de stal. Lekker hè? Ja. En Pientje. Hi Mappie. Hoe is het met jou? Kom dan. Pientje. Pien, kom eens. Pinnie, kom maar. Pinnie. Ja, Pietje, kom maar. Hi, Moppie. Hey mijn meisje, hoe is het? Ja, je bent boos op mij, hè, omdat ik je achtergelaten heb. Nou, goed. Die kunnen we lekker in de stal staan. En wij zijn dus weer lekker thuis. Evelien niet, maar ik ben weer lekker thuis. En we hebben ja, nu een poes en nog een hond extra erbij, hondje. En Verlien gaat die straks bij mij thuis nog mieten. Dus ik ben echt heel benieuwd wat Verlien van onze poes vindt. Want Verlien vindt poesen en katten echt heel leuk. Dus ja, dat is wel leuk. Verlien is nog bezig met hooinet. Met het tweede hooinet, denk ik. Ze is naast elkaar gehangen. En dan kan Marley lekker hier staan in de paddock. Maar is echt heel lief. Kijk. Zo, nu heb ik geen paard meer in mijn hand, dus iets makkelijker. Hi Mar. Kijk, Mar heeft lekker eten. En het ochtendeten. Ik moet nog even neerzetten. Hier. Precies weer de trap op. En het ochtendeten, zodat ik dat kan pakken. Zo. Halstertje ervoor. En dan kan die lekker hier staan. Ik ben benieuwd waar die morgen in wordt gezet en welk wij. Ik weet het niet. Misschien wordt hij wel weer bij de pony's ingezet. Net als vorig jaar, toen ging hij bij de 2 pony's in. Maar dat ging wel heel goed, gelukkig. Dus, iedereen goed, hè? Ja. Dus ja, wij gaan zo naar huis en dan gaat Feline Bella meeten en Tess. Hoi jongens, ik heb de video van gisteren geëdit vanmiddag. Ik ben nu met Feline. Maar ik ben nog vergeten af te sluiten, dus bij deze sluit ik de video nog even af. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog, wat dan vandaag is. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken.